Hi. Hallo. Hoe heet jij? Ik heet Mark. En op welke school zit je? Oh, bij Zwervogel. Oké, en wat ben je vandaag aan het doen? Wij wandelen voor water voor kinderen. Wat doe je? Ja, ik ben vergeten welk land dat heet. Maar... In Indonesië? Ja, Indonesië. Oh ja. In een heel klein stadje, Yogyakarta. Oké, en wat houdt wandelen voor water precies in? Nou ja, dat weet ik echt niet. Hebben jullie ook een les gehad op school misschien? Ja, we hebben een aantal les gehad over water en dijken en waterkringloop. Okay. En over arme landen die niet zoveel water hebben. Ja. En dat al het geld dat we hierbij ophalen gebruiken voor wc-hokken. Mm-hmm. Zodat meisjes met... die kunnen dan ook gewoon naar school, want die hebben verplicht huisjes nodig met deurtjes erin. Okay. En ook voor tandpasta, tandenborstels. En om les te geven ja. Voor hoe je je tanden moet poetsen. Wat goed, want ja. Wij leren dat hier eigenlijk gewoon op school. Ja. Ja, maar daar niet altijd misschien. Ja. Misschien gaan die kids zelfs helemaal niet naar school, kan natuurlijk ook. Ja. Hey, en je hebt ook iets op je rug. Ga ik even... Wauw, wat is dat? Nou, dat is een tas waar 6 liter water in zit. Ja. 4 flessen. Met 1,5 liter erin. Ja. 4 Celsius, dus 1 liter. 1,5 liter is dan ook 1,5 kilo. Ja. En waarom heb je die tas op je rug dan? Waterkool! Weet je dat? Ik ook niet zo heel erg veel, maar ik weet het niet. Oké, en is het zwaar? Nee, niet heel erg. Oké, nou fijn. Kom maar eens daarheen. Hey, heel veel succes nog, Mark. Ja, dankjewel.